Hoe vaak heb ik die vraag nou al niet gehad? Harry, wat denk je? Waar gaat het Nederlands elftal eindigen? Ja, waar gaat het Nederlands elftal eindigen? Dat is niet te zeggen. Dat is volkomen onvoorspelbaar. En dat heeft ook te maken, vrienden, A, met vorm van de dag. He? Krijgt Depay het nog op zijn heupen? Ja of nee? Gaat Frenkie de Jong nog beter spelen dan hij al doet? Enzovoort. Daar heeft het allemaal mee te maken. Want als die spelers opstaan, ja, dan kunnen er natuurlijk hele rare dingen gebeuren. En voor de rest, hey, wat dacht je van mazzel? Mazzel heb je heel erg nodig. Straks kom je bijvoorbeeld in de achtste finale en ja, en dan speel je gelijk. Tegen wie dan ook, maakt niet uit. Je kan altijd met heel veel energie kan je 0-0 spelen. En je haalt de strafschoppen. En je wint de strafschoppen en je gaat door. En dan sta je in één keer in de kwartfinale. En dan gebeurt het nog een keertje. Ja, en die krul, hup, die vliegt alle hoeken in. En die pakt alle penalties. En dan sta je ineens in de halve finale. Met mazzel. En daarom neem ik je nog even mee terug naar 1988. We gaan terug naar 18 juni. En ik ben in Gelsenkirchen in het stadion. En daar speelt Nederland tegen Ierland. En die zaten in een pool. En Nederland die had al een keertje verloren van Rusland en gewonnen van Engeland. Maar moesten nu tegen de Ieren winnen. Gelijkspel en verlies. Nederland zou uit het toernooi liggen. En wat gebeurt daar? Het blijft een hele tijd 0-0 in die wedstrijd. En ik sta met de cameraman achter het doel van Ierland. En we staan maar te filmen en te doen. En het blijft maar 0-0. Dus op een gegeven moment, een kwartier voor tijd, kijkt die cameraman mij aan. En die zegt, wat gaan we straks doen? Want we hebben uitgecheckt in het hotel. Rijden we terug naar huis, naar Nederland? Of gaan we nog ergens naartoe? Ik zeg, nee. Hij zegt, nee, het is 0-0. Dus dan ligt Nederland eruit. Hij zegt, kan ik naar Nederland bellen? Ik zeg, ja, bel je vrouw maar op. En zeg maar dat we terugkomen naar Nederland. Goed, hij bellen en zegt, schat, we komen eraan. Het is 0-0, Nederland ligt eruit. 8 minuten voor tijd krijgt Ronald Koeman, die krijgt de bal ergens bij het strafschopgebied. Die probeert een schot. Wordt helemaal geblokkeerd. Bal vliegt omhoog. De lucht in. Wim Kieft die staat met zijn rug naar het doel. En die bal die komt zo bij hem terecht. En die doet zo met zijn hoofd. Zo. Boef. En die bal van de weeromstuit. Valt die bal in één keer bij de verste paal. In het doel. En het is 1-0 voor Nederland. En het stadion natuurlijk ontplofte. En die cameraman die kijkt mij aan. En die zegt, hey Harry, en nu? Hij zegt, nee, nu gaan we naar Hamburg. Ja, nou gaan we weer naar Hamburg, zegt hij. Ik zeg, ja, ik bel net naar huis dat we naar huis komen. Hij zegt, nee, gaat niet door. Hij zegt, nou zitten we weer in de halve finale. Dus nou gaan we naar Hamburg spelen tegen Duitsland. En zo gebeurde ook, vrienden. Zo zie je maar. Je kan voetbal niet voorspellen.